Goedenavond. Den Haag zijn in de buurt van het Veluweplein afgelopen nacht 27 jongeren gearresteerd die volgens de politie de boel op stal te zetten. Er zitten er nu nog 23 vast, van wie de meeste pas na de jaarwisseling zullen worden vrijgelaten. Volgens de politie was de toestand in de wijk onhoudbaar geworden. Het was al de derde achtereenvolgende onrustige nacht. Verschillende huiseigenaren treffen hun eigen veiligheidsmaatregelen met het oog op oudjaar. Sinds 2001 met je vader op het strand. Samen sjouwen, samen bouwen, iedereen splinters in zijn hand. Blauwe bekken van de car, lekker bekken kabeljauw. Met z'n allen stapelen aan dat harde flatgebouw. 1 team, 1 taak, we doen het voor elkaar. 1 team, 1 taak, jullie noemen het gevaar. 1 team, 1 taak, dit is ons gebaar. 1 team, 1 taak, aan het eind van elk jaar. We doen het voor elkaar. 1 team, 1 taak. Jullie noemen het gevaar. 1 team, 1 taak. Dit is ons gevaar. 1 team, 1 taak. Aan het eind van elk jaar. Zaterdagavond was het daar echt een flinke chaos. Waarschijnlijk heeft het te maken met het besluit dat het dit jaar geen groot vreugdevuur zal zijn daar. Maar ik snap ook die Duindorpers die dit jarenlang als traditie hebben, die met elkaar dat ook op een leuke en mooie manier willen vieren. Maar om dan nu allerlei vuurtjes te gaan stoken, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nou, dat vergeten we. Maar eigenlijk zijn die vuren ontstaan juist om een alternatief te bieden voor wat in de wijken gebeurt. Vechten voor de trots, de cultuur en de traditie. Eet geen honingkaal op bijen, 1000 pellets als munitie. Geef de mensen wat van hun is. Ja, nu slaat het laatste uur. Laat de vlammen niet verloren gaan. Dit is ons vreugdevuur. 1 team, 1 taak, we doen het voor elkaar. 1 team, 1 taak, jullie noemen het gevaar. 1 team, 1 taak, dit is ons gevaar. 1 team, 1 taak, aan het eind van elk jaar.